Ik denk altijd dat het beter moet, dat het nog niet goed genoeg was. Dus ik heb altijd het idee dat ik naar meer moet streven. Ik mag wel soms wat meer trotser op zijn. Ja, dat vind ik echt wel. Misschien ga ik er nooit komen waar ik denk dat ik ooit zou komen of zo. Doel ligt ook. Precies, het doel in je hoofd is misschien gewoon veel te gigantisch. Ja, het is veel te gigantisch. Ja. Terwijl ik niet, als je me zou vragen, zou ik niet eens weten wat mijn doel is. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Gek van Mezelf, de podcast. Ik ben Alwin. En mijn naam is Guilaine. En in deze podcast nemen we jullie mee in de mentale wereld en mentale gezondheid en alles wat daarbij komt kijken. Deze aflevering gaan we het hebben over geluk, gelukkig zijn en het nastreven of het streven naar geluk. Ja, volgens mij hebben wij het in gesprekken best wel vaak over dit concept. Ja, gelukkig zeker. Zijn en wanneer ben je gelukkig en ben je wel gelukkig geweest in je leven? En hebben we daar volgens mij ook allebei best wel een mening over? Mm-hmm. Dus daar gaan we het vandaag inderdaad over hebben. Sowieso is het concept trouwens voor iedereen anders natuurlijk. Want wat voor mij geluk betekent, hoeft voor jou geen geluk te betekenen. En het nastreven ervan is ook steeds anders, denk ik, voor iedereen. Ik vind het een beetje een vaag concept, gelukkig zijn. Het is een gevoel, hè? Heb ook lang gedacht van, lange tijd ben ik ongelukkig geweest. Ik denk, dat is het ultieme doel. Mm-hmm. Gelukkig zijn. Mm-hmm. Maar hoe voelt dat? Hoe ziet je leven er dan uit? Ja, ik moet zeggen dat het altijd een gevoel is waar ik het idee van heb dat ik het wel eens bereikt heb, maar nooit op het moment beseft heb dat ik het bereikt had. En dat ik altijd eraan nastreef om het weer te bereiken. Terwijl ik het waarschijnlijk al een keer bereikt heb en wel ga bereiken, maar nooit op het moment dat ik het bereik echt bewust meemaak. Zo, wat een ingewikkelde dit zeg. Moet je even op gaan schrijven eerst. Ja, als iemand even mee kan pennen, dan kunnen we er wat mee. Ja, we hebben een aantal stellingen bedacht over dit onderwerp. Die hebben we gesteld aan het online panel. En het online panel bestaat uit? Uit volgers van @vetgezellig op Instagram. We vragen elke keer weer aan mensen wat ze ervan vinden van de stellingen. Dan kregen we te horen dat onze stellingen soms tweedelig zijn en geen niet heel objectief. Dus we gaan proberen eraan te werken dat de volgende keer wat betere stellingen in die zin zijn. We gaan er even wat beter induiken. Of we gaan het misschien stellingen noemen. Niet stellingen, uitspraken. Uitspraken, inderdaad. Maar ik wil toch wel stellingen maken eigenlijk. Ja, stellingen klinkt leuk. We kregen daar in ieder geval een paar reacties op. Dat lastig. Ik dacht van, wij vinden dat sowieso allebei lastig. Sowieso kregen we best wel veel comments op sommige van die stellingen. Wat het leuke is, we hebben ook twee spraakmemo's gekregen. Dus die gaan we er sowieso dadelijk in verwerken. Dan wil ik even, voordat we op de stellingen verder gaan, zeggen dat als je dit op Spotify luistert of op Apple Podcast, is het leuk als je het sterren geeft. Bij Apple Podcast kan je zelfs nog een tekstje erbij typen. En mocht je dit op YouTube bekijken, want dat kan dus ook, discussieer vooral mee met de stellingen en met het gesprek. Want dat vinden we wel leuk om te lezen. En dat proberen we ook gewoon in mee te nemen voor in de volgende keer misschien weer. Yes. Misschien een klein rubriekje van reacties en zo, dat binnenkort ook gaat komen. Leuk, toch? Leuk. Oké. Zal ik beginnen met de stelling? Ja, doe jij de eerste stelling. Stelling 1. Je gelukkig voelen is het belangrijkste wat er is. Een gelukkig leven is een geslaagd leven. Ben je daarmee eens of oneens? Ik denk dat iedereen wel een bepaald soort geluk wil nastreven. En ik denk dat het ook helemaal niet zo erg is. Want voor iedereen, wat ik ook al in het begin zeg, is geluk misschien wel anders. Dus ik denk dat als jij een bepaald soort geluk wil ervaren in je leven, dat het niet raar is om daar naartoe te streven. En dat dat ook een doel kan zijn. Ja, maar denk je dat per definitie dus een geslaagd leven een gelukkig leven staat aan een gelukkig leven? Nou, dat dan ook weer niet. Want ik denk dat een leven op en neer gaat. En ik denk dat je ook vervelende dingen moet ervaren om ook überhaupt het gevoel te hebben dat je geluk kan ervaren. Ik zou meer streven, als dat kan, naar een tevreden leven. Ja, misschien wel mooier gezegd inderdaad, ja. Want maar wat is tevredenheid? Niet, ja, ik heb het idee dat je niet altijd... Kijk, geluk zit vaak in kleine hoekjes. Ik heb soms van die momenten dat ik, bijvoorbeeld een paar jaar geleden toen ik onderweg was naar mijn werk, wat ik graag deed, dat ik opeens dacht van, hey, wat is dat eigenlijk fijn dat je dan een heel warm, gelukkig gevoel krijgt daarbij. Oh ja. En dat hoef je dan, zo'n besefmomentje is eigenlijk alweer genoeg om... Besef je dat op het moment dat je het ervaart, zoals ik net ook al zei? Of is het pas later dat je denkt, oh ja, ik had nu een moment dat ik echt gelukkig of dat ik echt blij was? Het komt op hele random momenten bij mij. Dus als ik in de bus zit onderweg naar werk, nou dat kan een week voor 4 keer in de week zo zijn. En dan opeens besef ik me opeens van, wauw. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Hoe fijn is het dat ik nu het werk doe wat ik echt leuk vind? En dan voel je even helemaal gelukkig. Mm-hmm. En ik denk dat
dat je dat niet constant dat gevoel hoeft te hebben. Nee, dat denk ik sowieso niet. Een constant gevoel van geluk, dat is ook sowieso echt moeilijk na te streven. Ik denk dat het ook dat nooit gaat bereiken. Dat is bijna niet haalbaar, denk ik. Nee. Ja, of je moet jezelf heel de tijd onder de drugs bedwelmen. Dan heb je toch heel de tijd het idee dat je heel erg gelukkig bent. Dat houdt op een gegeven moment ook wel op, volgens mij. Ja, dat denk ik ook. Ja, je hebt steeds meer nodig toch ook of zo. Ja, ik heb daar weinig ervaring mee, dus ik weet het ook niet echt. Maar ja. Nee, ja, ik denk niet dat het streven ernaar om een heel gelukkig leven heel de tijd te leiden, dat überhaupt realistisch is. Maar dus ik vind het op zich niet een vervelend doel om wel naar, wat je net zei, te streven. Hoe noemde je het nou? Niet geluk, maar... Een tevreden leven. Tevreden leven. Ja. Ik denk dat mooier is, omdat je dan ook minder... Ja, dat vind ik ook wel lastig, want wat is dan tevredenheid? Dat is ook voor iedereen denk ik weer anders. Ik denk dat ik best wel tevreden ben met mijn leven op dit moment. Ja, ik denk als de basis, als je gewoon tevreden bent over de basis van het leven, dus je woonplek, je partner en bijvoorbeeld je baan. Ja. Nou, ik denk dat je dan best tevreden mag zijn. Dus ik denk als de basis echt goed is, dus ik zou eerder zeggen... een tevreden leven is een geslaagd leven. Dus dan ben ik het oneens met een gelukkig leven is een geslaagd leven. Ja, dan ben ik het ook oneens inderdaad. Ja. Ja, dan ben ik wel met je eens. Ja. Ja. Oké. Okay. Okay. Trouwens, aan het einde van deze podcast gaan we ook nog jullie cijfers hiervan delen. Dus wat jullie ervan vinden. Maar dat komt pas dadelijk. Ja. Maar, mocht je dus nieuw zijn met het kijken van dit, dat jullie mening komt er dadelijk nog in naar voren. Men is tegenwoordig steeds sneller ontevreden. We zijn niet meer in staat om het geluk uit kleine dingetjes te halen. Wat ben je daar? Eens of oneens? Ik denk dat het steeds moeilijker wordt. Hoezo? Omdat het leven steeds gecompliceerder en er is steeds meer online te zien. Dus dat het steeds moeilijker wordt om... Je vergelijkt je constant met de anderen, denk ik. Maar is het leven gecompliceerder of maken we het gecompliceerder? Nee, ik denk dat het daadwerkelijk echt gecompliceerder is geworden. En waarin denk je dat? Nou, er is zoveel meer te horen en te lezen en te zien dan dat er vroeger eigenlijk was. Mm-hmm. Op het moment dat wij aan het opgroeien waren, was het er natuurlijk een stuk minder. Dus ja, je hoeft nu eigenlijk alleen maar social media te openen en iets te zien en te denken van, ah, dat wil ik ook. Nou, dat kan een ontevreden gevoel geven. Ja. Dus ik denk, door het vergelijken misschien met andere mensen, dat we wat ontevredener zijn geworden. Ja. En dat we dan minder uit de kleine dingetjes het geluk kunnen halen. Ja. Dus ik ben het er wel mee eens. Ja, ik ben het er ook wel mee eens. Maar ik denk ook wel dat wij als mensen het sowieso voor onszelf heel moeilijk maken door dit soort dingen. Dat ook, ja. Ja, eigenlijk wel. Ja, want zeg maar. Je bent jezelf eigenlijk constant aan het triggeren met wensen misschien die je hebt die niet uitgekomen zijn of die je graag uit wil laten komen. Dat je ziet dat het bij een ander wel lukt. En hoeveel vergelijkingsmateriaal had je nou uiteindelijk vroeger in de straat? Nou, daar zeg je het wel goed, denk ik. Ik denk dat het ook daarmee te maken heeft. Omdat je wereld is zoveel groter geworden dat je ook behoudt de kleine dingetjes misschien wat minder ziet, omdat die wereld zo groot is. Je ziet alles. Ja. Dus en ik herken dat ook wel hoor, want ik heb dat ook wel gehad, momenten. Maar ik moet zeggen dat ik me de laatste jaren steeds meer focus op mezelf. Ik moet zeggen dat ik jaloezie bijvoorbeeld niet zo heel erg goed ken. Ik ben niet zo heel jaloers persoon van mezelf. Nee. Dus in dat opzicht niet. Ik heb wel altijd gedacht dat ik grootste dingen, dat geluk was of zo, die grootste dingen. Dus je grootste dingen moest doen om het geluk te bereiken. Om het geluk te ervaren, omdat je dat ook inderdaad in films en in tv-series en in van alles ziet. Ja. Maar toen ik maker ben geworden van video en zo, toen besefte ik me ook hoe gemaakt dat allemaal is en hoe dat wordt gemanipuleerd en in de zin van dat het mooier wordt gemaakt vaak dan dat het is. Ja. Manipulatie vind ik een beetje een lastige term om misschien hierbij te gebruiken. Maar het wordt allemaal wat mooier gemaakt dan dat het is. En ik pas de laatste jaren kan ik daar doorheen kijken. Terwijl ik het al jaren weet. Maar pas de laatste jaren dat ik zie van maar dit wordt veel mooier laten zien als het is. En mensen zijn ook over het algemeen, ik weet niet of het over het algemeen is, maar een groot gedeelte van de mensen is gewired op een of andere manier toch dingen groter te maken als dat ze zijn. In negatieve vorm, maar ook in positieve vorm. Want soms dan denk ik van, dan zie ik iemand helemaal zeggen van, ja, dit is echt groot succes, dit, dat, zo. En dan dacht ik altijd van, hè, groot succes. Maar hoe dan? Hoezo is dat dan een groot succes? Zoiets heb ik ook meegemaakt, maar zo voelde dat voor mij dan helemaal niet als een groot succes. Maar denk je dat iemand het dan groter moet maken, juist om daaruit te springen? Dat, of zij ervaren het anders. Jij zegt ook wel eens tegen mij, ja, eigenlijk moet ik mezelf niet zo downgraden als in... Ja.
klopt. Nou, ik weet niet hoe, even niet hoe je dat in het Nederlands ja, zegt. Ja, dat je jezelf naar beneden haalt. Jezelf naar beneden haalt. Je moet jezelf niet zo naar beneden halen met wat je doet. Want als jij bijvoorbeeld iets uitbrengt, dan kan je best wel makkelijk zeggen van ja, stelt niet zoveel voor als iemand een compliment erover geeft. Ja. En eigenlijk is dat denk ik een deel ongemak, maar ergens ook omdat je het misschien zo voelt. Ik voel het letterlijk zo. Het is echt een deel ongemak, zeker. Ja. Maar het is ook hoe ik het voel. Want ik denk dan van ja, maar ja, wat is het nou eigenlijk? Wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Weet je wel, ja, we hebben een spel uitgebracht, bijvoorbeeld, even om dat dan te nemen. Ja. En dat heeft dan best wel oké verkocht. Alleen ik had het waarschijnlijk hoger in mijn hoofd in eerste instantie zitten. Of ik dacht misschien er iets anders bij. Waardoor ik dacht van ja, maar als ik dat bereik, dan is het echt succes. Terwijl het is al een succes. Ja. Want we hebben het kunnen maken, het wordt verkocht en het loopt goed. Alleen anders dan dat ik had verwacht misschien. Of ik had er eigenlijk vrij weinig verwachtingen bij. Nou, ik denk dat je het helemaal niet verkeerd is om een doel te stellen voor iets. Als je iets wil, zoals bijvoorbeeld uitbrengen en hoeveel verkoop het zou geven. Want dat dan meet je ook ergens van, nou, was het een succes of niet? Ja. Maar het moet wel een realistisch doel blijven. Ja. En dat het daar soms wel eens... dan kan je de plank wel eens misslaan, omdat je... Het probleem is alleen dat het niet mijn doel was om succes in die zin te krijgen. Nee, maar ergens is het wel fijn, toch? Maar het is wel fijn, want toch... De bevestiging ook en... Dat je een goed product hebt afgeleverd. En ik denk dat als het dan iets minder is dan je misschien had verwacht... Dat je dan gelijk denkt, oh, maar dan is het product niet goed. Terwijl, wat ik nu zeg is echt onzin, hoor. Want we krijgen heel veel goede positieve feedback erop... We hebben zelfs een grote order gekregen van een bedrijf die het aan hun werknemers wil geven en dat soort dingen. Dus het is echt superleuk, weet je wel. Alleen, ik weet dat dit soort dingen moeten lopen en mensen moeten het onder de aandacht zien en moeten het vaker zien. Dus ik weet dat het niet per se met het product te maken heeft, maar ik ga dan altijd gelijk twijfelen, hebben we dan wel een goed product? Maar zou je dan zeggen dat je misschien niet op papier, maar in je hoofd al een onrealistisch doel hebt gesteld voor jezelf? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat zou goed kunnen. En dat daarvan de ontevredenheid komt? Ja, maar ik ben er niet ontevreden over. Of nou ja, of de onzekerheid dan misschien? Ja. Weet je wat het punt is? Ik voel dan niet een geluksmoment van... Ik zie dan als iemand anders iets uitbrengt... Zo met mijn boek ook, weet je wel. Dan zijn mensen helemaal idolaat en zo van... Wow, cool dat ik dit heb uitgebracht. En dat het ook dat jullie het allemaal kopen. En dat voel ik ergens wel, maar toch voel ik het niet. Als in, ik denk altijd dat het beter moet. Dat het nog niet goed genoeg was. Dus ik heb altijd het idee dat ik naar meer moet streven. Terwijl ik kan ook... En dat is niet eens klein, hè, want je hebt een spel uitgebracht. Ik vind het niet eens klein. Dat doen heel veel mensen niet eens. Maar ik mag wel soms wat meer trotser in de opdracht. Ja, dat vind ik echt wel. Maar zou je denken dat het komt... heel veel diepe vragen. Zou je denken dat het komt doordat je je vergelijkt met anderen online? Of zit het echt gewoon in jezelf dat je sneller onzeker wordt? Ja, dat. Van of het wel goed is wat je aflevert. Ik volg mijn vader nu ook voor wat weet ik nog niet. Maar ik zie hoe onzeker mijn vader is. Dus ik weet hoe waar. En die heeft 80 stripalbums gemaakt. Die heeft 5000 kaarten gemaakt. Ontworpen trouwens, moet ik even zeggen. En geschreven. Het stripalbum schrijft hij en de kaarten ontwerpt hij. Hij heeft voor grote klanten gewerkt en zo in het verleden en zo. Maar die is nog steeds onzeker over wat hij doet. Dus ik denk dat het ergens ook een beetje in je zit. Ik zelf ook wel hoor, als wij bepaalde dingen... dat snel verkoopt of zo, komt niet helemaal binnen bij me. Nee. Want dan wij vieren dat ook helemaal niet of nee, zo. Nee, dat heb ik wel eens tegen jou gezegd. Moeten we niet meer bewust zijn bij de dingen die goed gaan? Ja. Eigenlijk willen we er dan een soort van ook niet in geloven dat iets goed gaat, dan denk ik van nou, eerst zien dan geloven. Ja, ik denk dat ik te nuchter ben in mijn hoofd soms, dat ik denk van ja, maar ja, wat is dat nou uiteindelijk, weet je wel? Nou, dat we het heel snel al minder maken dan wat het daadwerkelijk is. Ja. Of dat we het ook echt zo voelen. Maar ik zou wel wat meer, en ik, nogmaals, dit zijn geen kleine dingen, want dit is juist heel grote dingen, vind ik ook ergens wel, als ik het zo over praat, dat we daar zelfs niet eens van kunnen genieten, of ik er niet van kan genieten. Ik denk dat jij het misschien iets meer kan. Bij mij gaat heel snel al uit mijn hoofd, want dan ben ik alweer iets anders bezig. Ja, heb ik ook wel een beetje. Ik wil er wat meer bij stilstaan. Omdat ik dat is ook... deze podcast trouwens even. De eerste aflevering is bijna 10.000 keer beluisterd. Dat is fucking sick. Ja. Dat had ik echt niet verwacht. Ja. Dat had ik dan weer niet verwacht trouwens. Dat is wel weer grappig. En maar, dat voel ik dan wel. Maar doordat je zoveel dingen tegelijkertijd doet, het spel en video's en alles loopt wel goed. Maar ik heb nog steeds het idee dat ik elke keer struggle of zo om dingen te maken. Ik weet het niet. Misschien ga ik er nooit komen waar ik denk dat ik ooit zou komen of zo. Nee. Misschien is dat het ook. Het doel ligt ook. Precies, en ik vind het, dit doel in je hoofd is misschien gewoon veel te gigantisch. Ja, het is veel te gigantisch. Ja. Terwijl ik niet, als je me zou vragen, zou ik niet eens weten wat mijn doel is. Dus het is gigantisch, maar ook weer niet.
Nee. Maar wat ik wil zeggen is dat ik zou wat meer naar de kleine dingen willen kijken. Als dat Freek naar buiten gaat en helemaal blij is dat hij lekker buiten speelt. En dat vind ik trouwens wel leuk. Want dat, soms zie ik dat wel, ook bij jouw nichtje en neefje. Heb ik ook wel eens een keer een momentje dat ik even dacht van, oh, dit is echt superleuk om te zien. Ik weet niet of dat dan een geluksmoment is, maar dat zijn van die kleine dingetjes dat je dat dan wel even hebt. Dus ik kan het in mijn privéleven misschien wel iets meer hebben dan in zakelijk leven. Misschien is dat het trouwens wel het onderscheid, zit ik net te denken. Want in mijn privéleven kan ik dit makkelijker. Ja, precies. Ja, ik vind het zoals met de podcast of zo, dat maakt me wel een stukje zelfverzekerder. Ja? Als er iets goed loopt. Ik ben denk ik te veel met de uitvoering bezig dan dat ik echt daadwerkelijk op het moment besef wat het doet. Dus ik ben al bezig met de volgende video. Ik ben al bezig met de volgende podcast. Ik ben al bezig met het volgende ding wat we op de webshop willen. Ja, is erg, maar wij zijn echt chaotische breinen, hebben we. Maar zijn we het nou eens of oneens? Ik weet eigenlijk niet, want het is een heel gesprek. Ik denk dat ik het ermee eens ben en dat waar dat door komt, dat hebben we dan net besproken. Ja. Ja, en ik denk dat ik het zelf wel wat bewuster over wil zijn, voor mezelf ook. Dat we gewoon de kleine dingetjes ook even vieren door, weet ik veel, even stil erbij te staan in de avond. Of een taartje te kopen. Inderdaad. Ja. Lekker helemaal slagroomtaart. Precies, met een grote foto van ons eigen hoofd erop. Oh, heerlijk, ja. Mag ik dan jou opeten? Nee. Nee? Ik wil mezelf opeten. Zal ik de stelling 3 doen? Ja. Gelukkig zijn in het leven is een onrealistisch doel. Hiernaar streven kan juist resulteren in een ongelukkig leven. Vind je ervan? Nou, ik denk doelen zetten is niet verkeerd, maar onrealistische doelen wel. Nou, daar hadden we het net over. Ik doe dat wel heel erg, denk ik. En dat maakt niet echt gelukkig, denk ik. Ja, toch. En ergens doe ik ook wel weer realistische doelen. Want met de podcast bijvoorbeeld wel weer, dat ik dacht van nou, 2000 zou lekker zijn. Ja, dus als je... Ja, gek dus is dat eigenlijk, hè? Ja, raar hoe dat... Want sommige dingen heb je gewoon wat ben je zelf wat positiever over. Ja. En dan kan het veel zwaarder vallen als er iets niet goed gaat. En dingen waar je zelf denkt van, nou ja, dat... Moi, ik zie wel hoe het loopt en het gaat goed. Dan krijg je daar opeens juist een heel goed gevoel van. Ja, zoals ik al eerder in deze podcast heb aangegeven, is dat we ook voice memo's krijgen. Die kan je dus sturen via DM. En op deze stelling wilde Simone even aanhaken en haar mening delen. Dus die gaan we even beluisteren. Ik wil even inhaken op stelling 3. Want ik denk dat je geluk... niet zelf kunt creëren, maar dat je wel geluk kunt halen uit dingen die je kunt doen voor jezelf of voor een ander. Dus ik denk dat je het ergens uit moet halen of ergens zelf moet creëren. En niet zozeer zoals dat de stelling wordt uitgedrukt. Dus zij denkt dat je het niet zelf kan creëren, maar wel uit dingen kan halen. Wat denk jij daarvan? Ik geloof namelijk zelf meer in dat je dus wel dingen zelf ook kan creëren. Geluk zelf kan, dat je geluk niet zelf kan creëren. Ja. Dat het gewoon je overkomt door dingen die je doet in het leven. Dat je het ergens uit kan halen door iemand iets goeds te doen. Dat niet uit jezelf kan komen misschien gewoon. Ja. Oh, is dat misschien wat ze bedoelde? Dat zou trouwens wel kunnen, ja. Ja, ik weet niet. Ik denk dat je wel echt oprecht gelukkige mensen hebben die in het ogen van de anderen weinig hebben. Dus ja, oh, zeker. Hoe kan dat dan, weet je? Want de een moet misschien een groot huis onder zijn kont hebben, een mooie auto en weet ik veel wat. En de ander die is tevreden met een flatje en een leuke hobby of zo. Ja, maar over dit gebeuren heb jij wel eens een keer een opmerking gekregen van iemand. Wat dan? Hoe kan jij tevreden zijn of gelukkig zijn toch in die situatie waar jij in zit? Ja, ik ben uit mezelf best wel een tevreden mens. Als de basisdingen in orde zijn, dus dat is dan de contacten eigenlijk om me heen en mijn huisje moet prettig zijn, dan ben ik een best tevreden mens. En dat kan voor een ander misschien overkomen van, oh, je zit in zo'n oude flat in een 30 vierkante meter en je hebt geen leuk werk. Toen had ik geen werk. Toen had je geen werk? Nee. Dus hoe kan je dan in godsnaam tevreden daarmee zijn? Ik denk dat je dan dat meer uit jezelf kan halen dan dat een ander het zou kunnen. Ja, ik denk dat ik ook geluk ook wel uit mezelf kan halen. Iets moois of iets goeds voor een ander doen, dan voel ik dat ook wel. Als ik dan denk van, oké, iemand heeft echt iets aan gehad wat ik heb voor diegene gedaan, kan ik ook wel echt een geluksmoment ervaren. Dus dat ik snap dat op zich wel. Maar hebben we het meer over tevreden zijn hè, met mij? Want of ik echt gelukkig nee, want ik had nog wel dingen die ik wel graag wilde. Oké, dus het was echt meer tevredenheid dan gelukkig zijn. Ja, ik was eigenlijk op de basis was ik best tevreden. Ik zat nooit te mokken of denken van wat een shit leven heb ik. Nee, maar er zijn wel dingen die het nog wat meer beter, wat leuker kunnen maken. Ja. Dus denk geluk uit jezelf halen. Ik denk dat het mogelijk is, maar ik denk voor maar voor een heel klein deel van de mensheid. Ik had gisteren een interview en toen
besefte ik me eigenlijk hoe tevreden... Nou ja, dat is ook misschien tevreden, maar ook wel gelukkig. Ik ben met de situatie waar we nu in zitten. Ja. Ik hoef me niet heel veel zorgen... Nou ja, ik maak me wel zorgen om soms om financiën. Maar ik hoef me er niet zo zorgen om te maken. In de zin van, wij hebben niet hele hoge kosten. Nee. We hebben geen kind, we hebben geen auto, we hebben... geen koopwoning. We hebben geen koopwoning. Wij hoeven niet per se op vakantie een week naar de zon. Zou jij op zich nog heerlijk, willen? Schat. Ja, maar jij wilt alleen maar als het heel luxe kan. Dus dat is een verschil. Ik raak zwaar overprikkeld van het vliegtuig. Ja, nee, maar in dat opzicht, we zijn redelijk tevreden. Waardoor je dus misschien ook makkelijker geluk kan ervaren. Omdat je het niet uit hele grootste dingen hoeft te halen. En wat ik dus vroeger dus wel dacht. Ja, ik denk dat de ene mens meer in staat is om het uit de kleine dingen te halen. Ja. Maar wat zij zegt is in principe wel waar, denk ik. Ja. Maar ja, misschien is het gewoon een heel klein percentage wat gewoon gelukkig is, ja. No matter what. Dat kan, hè? Dus gelukkig zijn in het leven is een onrealistisch doel. Ben je daar eens of oneens? Ik denk wel, als je daar echt bewust naar aan het streven bent, dat je best wel teleurgesteld kan worden. Dus ja, ja, niet mee eens. Ja. Het leven is vallen en opstaan. Zonder tegenslagen kun je niet optimaal genieten van de successen. Ja, daar kreeg ik best wel wat berichten ook over. Ja. Dat ze het lastig vonden. Dat ze aan de ene kant hem wel vonden en aan de andere kant ook weer niet. Dus de eerste deelte wel en de andere gedeelte volgens mij ja, niet. Het is, ja. Wij kunnen daar eigenlijk niet echt objectief naar kijken, want wij hebben allebei tegenslagen ervaren. Ja, dat is het inderdaad, ja. Het is nooit van een leien dakje gegaan, dus dat is misschien wat lastiger. Dus ik ben het in die zin ben ik het ermee eens, omdat ik het zelf heb ervaren. Maar we hadden dus een spraakmemo ontvangen van iemand die... Die er anders over denkt. Waar het wel wat fijner gegaan is ja, het leven. Ja, precies. Dus die gaan we even beluisteren. En die, Hi Alwin, ik ben Lieke en ik ben van mening dat je geen tegenslagen nodig hebt om een gelukkig leven te leiden. Ik heb zelf, ik ben heel erg fortunate geweest om nog nooit iets ergs mee heb gemaakt in mijn leven. Ik heb altijd een hele fijne situatie gehad, leuke dingen meegemaakt en eigenlijk nooit iets ergs meegemaakt. En ik ben echt de meest gelukkige persoon in de wereld. En daar ben ik heel erg blij mee. Maar daarom ben ik het dus niet mee eens dat je eerst iets ergs meegemaakt hoeft te worden om te realiseren dat je heel gelukkig bent. Nou, als ik er zo naar luister, dan denk ik ook wel, ja, dat is op zich ook wel zo natuurlijk. Mensen die gewoon een fijn leven hebben, hoeven natuurlijk kunnen ook gewoon gelukkig zijn. Ik denk toch, alleen dat je de mate in waar je het voelt misschien anders is. Nou, toch zegt men vaak die uitspraak, without rain, no flowers. Ja. Want als je niet weet hoe überhaupt... Dus als je geen tegenslagen hebt, kan je ook niet extra voelen van als het echt goed gaat. Mm-hmm. Dat je daar zo dankbaar voor bent. Ja, maar dat betekent toch dat mensen die dus nooit iets meemaken en gewoon redelijk fluitend door het leven gaan, niet gelukkig kunnen zijn. Dat is eigenlijk dat ook raar. Nee, dat is... Toch? Dat is... Ja, maar er staat optimaal genieten van successen. Optimaal, dus, ja, op die manier, ja. Als in, nou ja, je hebt vast wel eens gehad dat dingen misgingen in het leven of nare ervaringen. En dan gaat iets heel goed... En dan kan je dat ook soort van erbij pakken van zie je dat het nu zoveel beter gaat. En dat je slechte tijden hebt. Maar dat altijd. Dat is dus ook een soort van heel fijn gevoel kan dat geven. Van tegenslagen naar successen. Het is niet zo van je kunt geen geluk ervaren zonder tegenslagen. Het is niet zo zwart-wit in die zin. Nee, dat begrijp ik inderdaad. Ja. Je kunt misschien minder beseffen of ervaren. Maar wat zij dus zegt in de spraakopname is dat ze het meest gelukkige. Mens op de aarde is. Voor haar dan, denk ik. Ik zou dat niet... Ja, dat kan natuurlijk ook. Wel lekker als je je zo voelt dat je de meest gelukkige mens dat is op aarde bent. Ik vind dat echt top. Ik zou dat ook wel willen ervaren. Ze klonk ook heel erg optimistisch. Ja, zeker. Ik moet zeggen, weet je wat ik het lastige aan dit soort dingen vind? Geluk is een gevoel en je kan het moeilijk meten. Want voor haar gelukkig gevoel, het hoeft voor mij niet gelukkig te zijn. Ik vind, daarom is het wel een lastig onderwerp. Ik kan niet meten of ik van een overwinning meer gevoel heb gehad. Van enthousiasme of weet ik veel wat dan dat bijvoorbeeld zij zou hebben. Ja. Dus daarin kan je ook kan je eigenlijk niet echt. Ja, ik heb deze podcast gemaakt en slaat het nergens op wat we aan het doen zijn. Want ze kunnen er toch niet. Of je het ermee eens bent. Ja, ik heb wel altijd gedacht van je moet wel wat tegenslagen in je leven ervaren. Om echt optimaal te kunnen genieten van de successen. Ja, en daar ben ik het wel mee eens. Ja, ik ook. Maar er zullen vast mensen zijn die zeggen van... ik heb niks meegemaakt en ik ben hartstikke blij. Dat is wat zij zegt. Mm-hmm. En dat zou ook kunnen. We kunnen het niet meten. Nee, ik vind dat ook wel een laatste. Ja, ik kan het niet meten, ja. Ja, toch zou ik inderdaad denken dat je in ieder geval het gevoel misschien extremer is. Als je dus inderdaad diepe dalen hebt gekend. Dat je dan
dat die euforie misschien iets groter voelt. Maar dat ja, of je ook geniet niet. Van de andere dingen. Dat zou Want stel kunnen. Je voor dat jij bent heel erg bang geweest om de straat op te gaan. Nou, dat in je angst. Stel, dat heb ik gehad. En jij bent heel erg bang geweest om de straat op te gaan. Ja. En voor een ander, die doet dat dagelijks, die denkt daar niet over na. En toen jij het eenmaal weer kon, heeft dat wel eens een fijn gevoel gegeven. Nou, dat besefte ik dus weer achteraf pas. Dat ik dacht, ah ja, nu ben ik veel verder. Ik besef, dat was wel interessant. Oké, dus in januari, nee, in december durfde ik niet meer mijn huis. In november eigenlijk al. En ergens in mei, dat jaar erop, liep ik ineens een stuk verder als dat ik normaal zou lopen. Was het misschien april, dat kan trouwens ook al. En toen besefte ik me pas een week later dat ik dacht, hey, wacht. Ik ben gewoon verder gelopen als dat ik überhaupt een paar maanden geleden heb gehad. En toen dacht ik van, wow, dat is eigenlijk best wel sick. Ja. Of ik toen echt gelukkig was, weet ik niet. Want toen dacht ik nog steeds, ja, maar ik durf nog steeds niet naar Amsterdam te gaan. Of ik genoot je van het gevoel van, hey, dat heb ik toch maar mooi gedaan. Nee, omdat ik nog steeds weer die lat iets verder lag. Ja, dat wel een hele lastige ben jij, hè? Ik ben echt een lastige voor mezelf, ja. Ja. Ja, ja, ik heb dat toch wel, want ik kan wel vaker kan trots wel, op ja, mezelf weet zijn. Ik. Jij kan echt veel trotser zijn, ik heb ja. soms zelfs, nou, dan komt de jij angst. Je hebt grootheidswaanzin soms. Dat is ook, ja. Ja, nee, soms komt de angst bij mij op van dat jij zegt van, wil jij even afrekenen in de horeca? En dan denk ik, gewoon gelijk doen. En dan heb ik gedaan. Dan denk ik van, ja, goed van mezelf. Want dat vind je lastig? Ja. Oké. Okay. En dan ga ik het aan. En dan denk ik, nou, dat heb ik toch mooi weer gedaan. Krijg je dan zo'n rillinkje? Nee, rillinkje. Heb ik wel eens, hè? Ja? Ik krijg wel eens een rillinkje als ik dan iets goed ja, als heb ik echt, maar dat is wel wat grootsere dingen. Maar voor mij grootsere dingen zijn bijvoorbeeld naar een verjaardag gaan waar ik niemand ken. Ja. Nou, voor een ander is dat, daar heb ik al veel zin in. Ja, voor mij is het een overwinning waar ik een bepaald gevoel van krijg. Ja. En dat is misschien omdat het dan in het verleden zo niet goed gegaan is. Dus dan kan ik oprecht denk meer genieten van dat soort dingetjes. Jeez, maar wat mijn succes is niet iemand anders succes. Nee, ik denk dan heel snel van, ja, maar andere mensen kunnen dit ook. Dus ja, waarom zou ik dan nu blij op mezelf moeten zijn? Ik ben wel van mening dat ik daar wel in veranderd ben de afgelopen maanden. En aan het veranderen ben. Maar ik dacht voorheen altijd van, ja, iedereen kan dit nee, doen, kan naar buiten lopen. Nee, dat besefte ik me dus ook inderdaad. Dat er ook heel veel mensen zijn die dus dezelfde dingen ervaren en dus helemaal niet. En die mij zien, krijg heel veel berichten daarover. En denk van, hoe heb je dat dan in godsnaam gedaan? Ja. Terwijl ik denk, ja, het is heel normaal voor mezelf even dat ik dat gelukt is. Ja, maar alleen al beseffen dat er zoveel mensen zijn die ook angsten hebben en jouw angsten hebben, dezelfde angsten. En dat jij ze aanpakt en het lukt, dan mag je echt trots op zijn, vind ik. Ja, ik sta er te weinig bij stil, denk ik. En wat raar ook wel, dat je dat niet al voelt als je iets gedaan hebt. Nee, heb ik niet. Bij mij valt dan altijd een soort van spanning van me af en denk, ja, goed. Ja, ik ben dan altijd heel blij dat die spanning weg is gevallen. Dus dan denk ik, oh, chill, de spanning is weg en door. Oké. Dat denk je ik. Je staat dan. Te weinig stil bij. Ja, ik sta eigenlijk te weinig stil. Ik leef niet genoeg in het nu. Nee, precies. Nee. Maar ben je het eens of oneens? Ja, we moeten echt die stellingen wat beter gaan vormgeven. Ja, klopt. Ik denk dat we lopen er zelf niet ook tegen aan. ik denk inderdaad dat je van andere dingen kan genieten waar de ander nooit niet eens bij stil zou staan. Ja, dus in principe eigenlijk eens. Als je veel tegenslagen gehad hebt. Dus dan zou ik het eens zijn daarmee. Ja, ik denk dat wij dat allebei wel hetzelfde een beetje bedachten. Dat is trouwens stelling 5. Het kopen van materiële zaken om tijdelijk geluksgevoel te ervaren is een ongezonde manier om met tegenslagen om te gaan. En dit is wel leuk, want dit hebben wij een paar keer een bericht ook over gekregen tijdens onze budget challenge. Ja, wij deden de budget challenge. En toen zei ik, want ik even niet zo lekker in mijn vel zat, ik was volgens mij ging het slecht op mijn werk en ik was een wrak, een emotioneel wrak. Ja, je ging niet goed. Nee, en normaal gesproken, wat ik dan doe, dan zorg ik even voor mezelf in de manier van, ga ik even naar de snackbar, haal ik een frietje, gun ik mezelf die extra milkshake, terwijl ik hem misschien niet helemaal opdrink. En onder een dekentje verwarming aan lekker serietje kijken. En dat had ik gezegd, en normaal gesproken, koop ik dan iets. Ja. En dan had ik misschien wat specifieker moeten zijn wat ik dan bedoel, want misschien dachten ze, er komt een nieuwe iMac in huis of zo. Alsof je dan gelijk een iMac aanschot. Ik koop dan kleine dingetjes, vaak eten. Volgens mij zei het, dan bestel ik eten. Ja, volgens mij zei je dat. Maar of koop ik iets. Dus koop ook iets van kleding. Ja, nou, maar dan bedoel ik eigenlijk zoiets als klein mee als een frietje en een milkshake. Nou, dus ik had dat gezegd en toen kwamen er nogal wat comments op dat ik een hele ongezonde manier had van met mijn emoties omgaan. Ja. En toen dacht ik, hè? Ja, mijn zus zei er ook iets over. Die zei ook van, oh ja, dat is wel heftig dat jullie dat zo ervaren. Dat daar was dan, maar ik was daar echt oprecht verbaasd over. Ik denk dat mensen daar veel te veel in lazen. Want ik heb niet echt het gevoel dat als ik ongelukkig ben, dat ik denk, oh, ik moet nu kopen. Nou, ik heb wel eens dat ik bijvoorbeeld zit te scrollen naar kleding.
En dat ik gewoon even iets wil wat me een beetje opbeurt. Ja. Maar dat of dat per definitie ongezond is, ja, ik denk dat het gewoon de mate is waarin dat gebeurt. Ja, het is niet dat je elke week als je je rot voelt, dat je dan gelijk iets gaat kopen. Er zijn trouwens wel veel mensen die dit doen, hè? Als je je echt helemaal rot koopt, als in dat je koopverslaafd bent. Ja, dus kopen om verslaafd. Kopen om het kopen. Kopen om het kopen. En dat je dan de spullen in de hoek werpt en denkt van, nou, volgende. Ja. Ik denk dat je dan wel even moet bedenken, ben ik gezond bezig voor mezelf? Ja. Maar ik zie er helemaal geen niets raars bij. Als je even verdrietig bent, je kan weinig aan die situatie op het moment doen. En dat je iets kleins koopt gewoon. Dat je iets kleins voor jezelf, al is het, weet ik wat, je sloffen haal bij de kruidvat. Dus je denkt, nou, dan kijk je naar beneden en denk je, nou, dan word je even, krijg je even een fijn gevoel van dat je voor jezelf zorgt. Nee, ik denk ook niet dat ik het een hele rare vind. Al moet ik wel zeggen hoe ver je erin doorslaat. Ik heb weet van mijn vader bijvoorbeeld, die heeft heel veel boeken en cd's. Ja. En die zei ook toen mijn moeder overleed, daarna heeft hij heel veel gekocht. En hij heeft nu gewoon heel veel boeken en cd's. En ik heb ben proberen om hem er vanaf te krijgen. Ik ben blij dat hij dit niet luistert. Dus nee hoor, hij zou er zelf ook over praten, daar ook over praten. Hij zei dat laatst tegen me van ja, toen in de tijd dat je moeder overleed, heb ik wel gewoon heel veel gekocht. Dingen die echt niet nodig had. Boeken die ik al had, maar dan een andere voorkant hadden. En die kocht ik dan toch nog een keer, omdat ik dacht van ja, die voorkant wil ik hebben. Maar dat is allemaal omdat hij een bepaald soort gemis wilde vullen. Ja, dus ergens kan het ook wel op die kant niet zo goed gaan. Nee, maar dat ligt er ook aan. Welke denk situatie ik? Denk ik ook. Ja, zo. Maar bijvoorbeeld als ik aan jouw vader denk, ja, het is niet handig om daar zoveel geld aan uit te geven. Maar het is ook een soort van, misschien kan je op zo'n moment dan dat net even niet aan. Ja. Al dat verdriet en dat grote gemis. Dat je het een beetje invult. En uiteindelijk ga je het wel verwerken. Ja. Stel je voor dat je het nou nooit verwerkt. En het blijft met eeuwig doorgaan. En zijn huis was nu gewoon één grote cd geweest. Nou ja, dat scheelt niet veel. Maar ga verder. Dan had je wel gedacht van, pa, hou op met kopen. Het gaat nu te ver. Ja, dat heb ik al vaker gedacht. Hoor. En dan zei hij tegen me, ja, deze maand ga ik echt niet bestellen. En de volgende maand, ja, komt deze pakket boek, voor. Ja, deze boek was toch weer. Nee, maar zoveel koop ik niet. Want ik weet dat je het over mij hebt, vies nek. Maar bij jou is het toch altijd 1 LP per maand? En vervolgens komen er 2 binnen en is het ja. Ja, dat is wel waar. Nee, maar nou, ik moet zeggen, de afgelopen maanden heb ik nu weinig LP's gekocht. Toevallig deze week. Maar koop jij wel eens wat om jezelf even tevreden tuurlijk, te maken? Tuurlijk, ja, zeker. Ja. Maar waar je van afloopt dan denkt van, had ik het nou echt nodig? Ook. Heb ik wel vaker gehad, tuurlijk. Iedereen. Ja. Ik denk dat ik bijna wel zeker weet dat er niemand op de wereld is die dat niet heeft gedaan, behalve als je echt niks kan kopen. En dan nog zelfs, denk ik. Dat ze toch iets kopen wat je achteraf denkt, ja, dat is toch misschien. Ja, maar in hoeverre heb je dingen nodig ook? Nou, daar ben ik wel steeds meer bewust van geworden. En dat is misschien wel een leuk onderwerp voor een keer een andere podcast. Van hoeveel heb je inderdaad nodig ook überhaupt als mens? Om met spullen en het vullen van je leven daarvan eigenlijk. Maar ik denk dat het iets anders is. Nou ja, precies. Maar het geluk kopen in de zin van met spullen of met eten en zo. Ja, ik denk dat dat is tot op zekere hoogte is dat ongezond. Als je inderdaad jezelf in de schulden werkt ermee en alleen en maar blijft je problemen kopen, nooit gaat aanpakken. En dat is het misschien. Misschien wel een goeie. Want dan had ik een frietje gehaald en ik was even jankend gaan opeten. Heb je dat wel eens gedaan? Nee, natuurlijk niet gek. Dat is gewoon even. Ja, dat kan toch? Stel je voor, dat is gewoon even een stel je voor. Oh, ja, okay. Ik denk dat ik wel even stop met huilen als ik mijn vriendjes naar binnen aan het werken weet ben. Weet je zeker dat je niet met al dat snot en zo alles naar binnen. En hoef je geen mayonaise te gebruiken, dat is wel handig. Ik heb wel eens huilend, heb ik inderdaad bloemkool gegeten. Huilend bloemkool? Ja, en toen vond ik, nou, ik was zo aan het smekken. Ik denk, nee, dat kon ik van mezelf niet. Ik kon het niet aan. Mijn microfoon speelde op van mezelf. Heb je ook wel eens dat je jezelf uitzoomt en dat je jezelf heel zielig ziet zitten met iets wat je hebt gekocht of iets wat je zit te eten en dat je denkt, oké, ik ben zo nu zo zielig. Nou, ik vond mezelf vroeger zo zielig. Ja? Ja, ik dacht echt van, dat is wat hoe ik erbij zit, dat is gewoon het ergste hoe je erbij kan zitten. Voor de mensen die denken van, jezus, lachen ze om dit soort dingen? Ja, die lachen bij je. Maar dan zoom ik uit en dan zie ik muziek zitten met een bord bloemkool. En dat ik, omdat het mijn favoriete maaltijd van de week was wat mijn moeder maakte. Nee, bloemkool? Bloemkool met jus. Echt? En dan kreeg ik een blinde vink erbij. Blinde?
Ja, noem je dat niet hoe zo? Hoe heet dan een ziende vink? Wat is dat dan precies? Noem je dat niet zo? Een blinde vink, het is toch een slavink? Een blinde vink is met rund, volgens mij. En een slavink is met spek. Nou ja, goed, dus dat spek om een slavink, rund dingetje een slavink dus. Heen. Maar goed, dan ik weet echt niet waar ik was. Nou, dat je jezelf uitgaat. Nee, oké. Okay. Maar goed, dan eet je dat frietje op en je... Of patatje, sorry, ik mag niet van die woordjes mag gebruiken van jou, hè? Mag wel, hoor. Oh, omdat het verkleinwoordjes zijn. Ja, jij houdt niet van frietje, vind je naar, toch? Ja, frietje, ja. Nee, alsof het voor een kind is. Dan ja, eet ik mijn patat op. Goed. En mijn milkshake. En dan ga ik de volgende dag eens even goed met iemand bespreken. Want ik kan het nooit alleen. Wat moet ik doen? Maar je gaat er wel mee aan de slag dan? Ja, tegenwoordig wil ik alles gewoon niet zo snel mogelijk. Maar wel wil ik er wel wat mee doen. Ja, maar deed je dat vroeger niet? Nee, ik wist ook niet hoe. Ja, precies. Maar dat is ook wel soms lastig, hè? En soms heb je ook iemand anders nodig om je eruit te trekken. Maar hoezo heb je dat nu dan anders? Wat ik nu meer weet hoe fijn het is dat je het voor jezelf opgelost hebt. Hm. En dat dat ook een soort van zelfzekerheid geeft. Van, zie je, dat kan ik zelf nu. Weet je het punt nog waar je dat hebt een keer bereikt? Dat je dacht, oké, het loont wel om het zelf op te lossen. Nou ja, ik heb heel lang op mijn moeder geleund voor hulp. En toen dat op een gegeven moment niet zo goed meer ging... Toen heb ik gezien dat ik het ook zelf kan. Dus dat is eigenlijk vorig jaar geweest? Ja. Afgelopen jaar? Dus dat was, ik denk, dat het moment is geweest dat ik dacht van... Kan het ook alleen? Ja. Dus, en dan krijg je automatisch meer zelfvertrouwen dat wat er ook gaat gebeuren. Ja, je mag wel praten met iemand erover. Maar dat het soms ook wel heel fijn kan zijn om te zien... dat je iets gewoon helemaal in je eentje kan oplossen. Ja. Ja. Daar word je sterker van als mensen. Daar geloof ik ook in. Ja. Ja. Dat niet iemand anders de telefoon oppakt... en ze even de manager gaat uitschelden. Dat ik het zelf ga doen. Dat je gewoon zelf regelt. Ja. 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 Het kopen van materiële zaken om tijdelijke gelukservaring te voelen... is het dan eens of oneens? Ongezonde manier, nee. Ben ik absoluut mee oneens. Okay. In mate van, maar per definitie... Koop maar gewoon lekker eens een keer wat om jezelf te verwennen. Ja. Als je ongelukkig of verdrietig voelt. Maar inderdaad de kanttekening dat het inderdaad dat je wel ermee aan de slag moet gaan. Ja, maar dat is echt niet erg om even tijdelijk wat steun te voelen. Al is het vanuit eten of vanuit dat je mooie kleding koopt. Als je dagen kan terugbrengen. Hè? Bestel het met Klarna, dan hoef je niet. Ja, nou, we hebben dus deze stellingen natuurlijk ook aan ons panel voorgelegd. En daar is een uitkomst van gekomen die Guylaine weer weet en ik niet. Nee, dat is wel spannend, hè? Ja. Gaan we naar de eerste stelling die we besproken hebben. Gelukkig voelen is het belangrijkste dat er is een gelukkig leven en een geslaagd leven. Daar was toch 66% mee eens en 34% het mee oneens. Ja. Ja. Maar ik denk ook dat als je het zo stelt, ja, iedereen wil gelukkig zijn. Ja, dat denk ik wel. Men is tegenwoordig steeds sneller ontevreden. We zijn niet meer in staat om het geluk uit kleine dingen te halen. Dat was zo verrassend, want er was toch 76% het mee eens. Ja, maar dat is toch ook gewoon zo. Ik denk dat de meeste mensen toch ook wel inzien. Ik denk dat de meeste mensen dat ook wel zien. Maar die zien dus ook genoeg mensen om zich heen die ontevreden zijn met dingen waar jij misschien wel tevreden mee zou zijn of andersom. Ja, ja, ik moet wel zeggen, ik zie het ook wel, hoor. Ja? Mensen die ontevreden zijn. En hoe? Ja, toch altijd wel streven naar dat het beter meer, moet. Meer, beter, meer, meer, meer. En dat heb ik zelf ook. Dus het is ook niet... Ik zie het, maar omdat we er ook wel vaker zelf ook over hebben. In gesprekken met onszelf. Ook al zijn we wel tevreden. Ergens ook wel gelukkig. Streef je toch naar meer. En dat is eigenlijk ook wel jammer dat je naar meer... Zou je dat ook niet meer tegen anderen kunnen zeggen? Dat je... Bijvoorbeeld, dat je zelf zegt, dan denk van, weet je hoe goed je het doet eigenlijk. Ja, dan al. Denk ik bijvoorbeeld aan een van mijn zussen of zo. Dat ik zeg van, maar kijk eens om je heen wat je allemaal hebt. Maar eigenlijk zou iemand anders soms tegen jezelf, tegen jou... Ja, dat je dat bereikt hebt. Dat je nu op dit punt bent, dat je gewoon leven kan leven zoals jij het fijn vindt. Ja. Ik denk dat we misschien dat wel vaker mogen uitspreken. Naar ook. Elkaar toe. Ja. Ja, misschien zit daar wel wat in. Nou, ik kan het ook wel naar andere mensen. Naar andere mensen kan ik het heel makkelijk uitspreken ook. Gewoon dat ik zeg van... Nou, ik vind het echt knap dat je dat gedaan hebt. Ja, ik kan ook. Kijk wat je dat allemaal kan en dat soort dingen. Jij kan ook volgens mij beter trots zijn op andere mensen dan op jezelf. Zeker, 100%. Omdat je vanuit hun gezien al denkt van... nou, dat heb je toch maar mooi gedaan. En vanuit jezelf denk je misschien, nou, is normaal. Ik krijg eerder kippenvel voor anderen dan voor mezelf. Dat ik denk van, wow, vet dat diegene dat heeft bereikt. Of dat het gelukt is. Of dat, ja. Ja, maar ergens is het ook wel een fijn gevoel, hè? Kippenvel? Nou, dat, ik kan ook wel trots naar jou kijken. Ik ook naar jou, schat. Oh,
Dat wel, maar naar mezelf vind ik het lastig. Maar jij misschien ook naar jezelf, toch? Ja, maar dat geeft wel een fijn gevoel. Want als je ook trots op iemand anders kan zijn. Dat is waar. Dus dat trotse gevoel zit er wel in. Maar je misschien dat voor jezelf die maat... Wat we eigenlijk al een paar keer hebben gezegd... dat je die maatstaf veel te hoog legt. Ja, voor jezelf dan gewoon te hoog. Ja. Daar wat bewuster naar kijken. Ja, ja, ja. Stelling 3. Gelukkig zijn in het leven is een onrealistisch doel. Hier naar streven kan juist resulteren in een ongelukkig leven. Wat was dat? Ja, daar was 48% mee eens. En 52% oneens. Dus het zat een beetje, ja, bijna 50-50 eigenlijk. Ja, dus maar deze was volgens mij met de tweedeling. Dat mensen het te lastig vonden. Omdat ze van het ene eens en het andere oneens waren. Oh ja, oké. Okay. Nou, dat snap ik ook wel, want het zijn eigenlijk twee dingen. Nee, maar nee, je hebt goede stellingen. Ik vind het goede stellingen, alleen nee, het zijn geen stellingen, het zijn meer uitspraken. Ja. Dat is heel lastig als mensen corrigeren wat je aan het doen bent. En ik weet dat het vaak lief bedoeld is of vriendelijk bedoeld is. Al weet ik, soms het toontje staat me niet aan. Maar nee, ja, soms wel. Soms lijkt het een beetje belerend. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen het wel goed bedoelen. Dat je iets op deze manier professioneel doet. Ja. En dat professioneel is. Ja, dat is het hele probleem. Ik zie mezelf niet als professioneel. Ik zie het ook niet als professioneel of zo, maar misschien... Ja, maar met het bereik wat we hebben, moet het... Wat ik heb... Moet het professioneler. Maar wij zijn allebei niet zo... Wij zijn niet zo van de taal, dus dat is misschien ook wel een verschil. Hè? Maar goed, logisch. Ik denk wel dat daar een beetje een verdeeldheid in zit. Ik denk dat het vooral komt omdat het twee soorten dingen zijn. Ik denk dat daardoor de verdeeldheid ook een beetje is. Ja. Ja. Stelling 4. Het leven is vallen en opstaan. Zonder tegenslagen kun je niet optimaal genieten van de successen. Er was 87% het mee eens en 13% oneens. Ik zie dat jij geen mening hebt weggehaald. Oh ja, die had ik inderdaad nog... die ben ik vergeten. Ik zat in de tram toen ik dit plaatste. En ik was niet over mijn geen mening aan het nadenken. Ja. Ja. Maar vorige keer vond je het zo belangrijk. Ja, vind ik nog steeds belangrijk. Maar wat zie je ervan? Dat toch 87%. Ik denk dat heel veel mensen tegenslagen ervaren in het leven. Tuurlijk, ja. Ik denk dat het leven... overgrote deel misschien wel. Zoals wat die Lieke zegt, dat je bijna geen tegenslagen in je leven hebt. Ja, ik denk dat een lucky few zijn. Ik denk het wel. Toch? Als ik al bekijk wat we met elkaar al hebben meegemaakt in dingen... In dingen die extern van ons zijn. Want ik heb het idee dat weinig dingen echt bij onszelf liggen. Maar meer extern. Ja, dat is niet het zijn wel tegenslagen. Het kopen van materiële zaken om een geluksgevoel te ervaren... is een ongezonde manier om het tegenslagen te gaan. Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, er was toch nog 56% het mee eens. Ja, en joh. 44% het oneens. Dus het grotere gedeelte was daar mee eens. Nou ja, ja. Hmm. Ja. Ik denk dat het... Ik denk dat ik het ook ergens wel mee eens ben. Maar wel in het kanttekening dat het soms wel kan. Ja, het is de mate waarin dat per definitie ongezond is, vind ik niet. Nee. Tenzij het de enige manier is hoe je met tegenslagen omgaat. Weet je wat ik wel heb? Want ik heb dan nu even zo'n moment dat ik even denk van... Eigenlijk is het best wel tof dat deze podcast toch een beetje lukt. Dat we een leuke vorm voor hebben gekregen. Dus ik had nu even een momentje dat ik dacht... Oh, tof dat we... Dat we het toch aan het maken zijn. Ook al heb ik dit al 3 jaar uitgesteld. Sla dit gevoel op. Hè? Nou, ik voel me niet gelukkig, maar ik wel even dat ik denk... Oh ja, echt leuk dat het een beetje werkt. En dat het ook wel een goede vorm begint te krijgen. Ik denk ook ergens als jij dat uitstraalt... van dat je blij bent met de dingen die je doet. Dat straalt sowieso af op het product. Ja. Want anders ga je het heel erg ondercellen. Dat deed ik altijd. Ja. En ik probeer nu het iets meer... Ja, op een normaal niveau misschien te verkopen. Niet te overcellen, nee, maar... Verzel ik ooit iets echt over? Denk het nog niet. Nee, ik vind jou altijd heel erg... het stelt niks voor achtig. Maar de eerste keer wel dat je echt... maar dat was misschien wat je ook super tevreden was, zoals met deze. Ja, goede overgang, hè? Want we gaan weer eventjes wat kaartjes voor elkaar trekken uit het gek van mezelf, het mentale gezondheidsspel. Ja, die is natuurlijk te koop op vetgezellig.nl. En als je die koopt, dan steun je ook deze podcast om dit te kunnen maken. Dan kunnen we hier meer tijd in steken. Oh, we gaan alleen de vragen doen. We doen nooit stellingen of wat als vragen. Dat is ook wel leuk eigenlijk, toch? Zullen we die eerste keer voor het eerst doen? Want we hebben dus verschillende soorten vragen. Je hebt gewoon normale vragen. Dat zijn er heel veel. Ja, dat zijn er echt 70 of zo, volgens mij 75. Wat triggert jou en waarom? Dat is een vraag. Of wat vind je het moeilijkst aan ouder worden? Of wat geeft jou
op dit moment stress? Nou, we willen hier dus nog een keer een aparte podcast over maken, waarin we echt het spel een beetje uitleggen en misschien met gewoon spelen, een gast erbij ik. Of zo met twee vrienden of zo erbij spelen. Moeten we wel vrienden gaan zoeken, maar nee, geintje. Ja, dan zal ik even een oproepje verplaatsen. Ja, precies. Nee, maar dat we dit gaan een keer gaan spelen en een beetje het spel uitleggen, dat mensen misschien wat meer een beeld erbij krijgen. Maar nu heb gaan we ook, in ieder geval... dilemma's, 15 dilemma's en 15 wat-als vragen. Ja. Zal ik jou een dilemmaatje geven? Geef mij een dilemma mee. Mag jij hem voorlezen voor jezelf? Oké, liever wakker worden met je ideale uiterlijk of je ideale karakter? Nou, karakter heb ik al, maar dan het uiterlijk graag. Ja, wat wil je dan? Een paar centimeter erbij? Nee, dat niet eens. Misschien van waar wat, eigenlijk? Iets wat minder been. Niet korter, maar wat slanker. Mag ik dat zeggen? Ja, ik heb hele dikke benen. Ja, maar vind ik echt... Maar hoe je dat zegt, iets wat minder been. Ja. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, maar dat iemand dat ik, zo heb zegt. Voor, ik heb voor een man zijn, daar heb ik best wel wat... Ik heb altijd klapkuiten, zeiden mijn ouders altijd. Ik heb klapkuiten. Ja, dat gebruiken mijn ouders ook, dat ze klapkuiten. Ja, ja, nou ja, dus ja, nee hoor, innerlijk of uiterlijk... Hoeveel kan je wel niet bereiken als je ideale karakter hebt, natuurlijk zijn. Ik vind het heel lastig. Maar dat je is toch zo? Politiek correct moet natuurlijk zeggen dat je liever innerlijk dan uiterlijk. Maar in mijn geval denk ik dat ik innerlijk ben ik best tevreden over. Want ik vind dat ik altijd goed doe naar anderen. Probeer in ieder geval te doen. Ja. Ik zeg altijd naar gewoon vriendelijk maar ideale voor karakter te is dus. Bijvoorbeeld ook dat je heel geordend bent, hè? Nou ja, dan zou ik weer een liever karakter. Dan wil ik heel erg geordend zijn. Oké, dankjewel. Ik denk, gooi hem er even in. Liever je partner een kijkje laten nemen in je hoofd... of een kijkje kunnen nemen in het hoofd van je partner? Denk dat jij dan wel eens een kijkje in mijn hoofd mag nemen? Oh ja, dat zou ik wel eens willen doen. Ja, gewoon omdat ik dan even wil laten weten hoe het is om overprikkeld te zijn... Oh, ja, ja. En dat je dan daarna kan zeggen van... oh ja, nee, dan begrijp ik wat vind je bedoelt. Vind je dan dat ik er niet goed genoeg mee omga? Jawel, maar het, weet je wat het is? Soms zeg ik wel eens van, ik ben zo moe. En dan zeg jij van, ja... Je bent altijd moe. Ja. Dat is letterlijk wat je altijd zegt. Je bent altijd moe. Ja. Maar denk, nee, ik ben nu op een ander niveau moe. Oké, dus je wil eigenlijk dat ik gewoon... Maar dan is het niet in je hoofd kijken. Dan is wat het was? Gewoon ervaren van je... Van je hoofd. Ja, dan kijk jij, neem jij toch een kijkje hoe mijn hoofd werkt. Want als jij overdag weet hoe mijn hoofd werkt, dan weet je waarom ik zo fucking zo enorm uitgeput ben. Zo, dat ging, snel, ging even iets niet goed, toch wel? Doe jij er wat als kaarten bij mij? Die voor mij of voor jou? Ja, deze voor jou. Wat als je één ding zou kunnen doen met 100% slagingskant, wat zou dat dan zijn? 100% slagingskant. 100% gaat hoe dan ook goed. Ja, ik weet kan het. Ik weet het wel wat jij wil dan. Weet je niet, autorijden? Ja, precies. Ik denk dat we allebei hetzelfde daarin hebben. Autorijden. Ja, want dat geeft wel een stuk vrijheid. Ja. En een stuk minder geld in je portemonnee. Dat wel. Dat wel. Maar goed, dat geeft wel vrijheid. En we denken dat we dat wel leuk vinden. Dat we misschien een klein tripje naar Duitsland of zo kunnen doen. Of naar België. En dan gewoon op de Bonnefoy kunnen gaan. In plaats van dat we hele tickets moeten boeken en alles. Ja. Ben ik het mee eens. Oh, wacht. Nee, je moet aan mij geven. Ja. Ik hou het wel even zo voor je vast. Oh, wacht. Wat als je zou mogen rijden met het leven van iemand anders? Zou je dat willen? Zo ja, met wie? Zo. Ja, maar dan Mr. Is het Doodle voor, of zo? Is het voor tijd? Nee, helemaal niet. ik denk dat... zou ik dat willen? Nou, nee. Ja, ik ben eigenlijk wel tevreden met mijn eigen leven. Ik denk dat dat ook wel intense vraag is. Als in, je weet nooit, elk huisje is een kruisje. Bedacht, nee, maar elk huisje is een kruisje. Nou ja, misschien dan ga ik zo'n typische mannen antwoord geven. Nou, met een lekker wijf en dan ga ik aan de tieten zitten. Is dat eigenlijk je antwoord? Nee. Nou, met wie ga je dan rijden? Met Kim K? Die vind ik helemaal niet knap. Ja, maar die heeft wel veel om aan te zitten. Ja, maar dat is allemaal nep. Daar hou ik niet zo van. Oh. Nee, ik denk dat ik wel tevreden ben met mezelf eigenlijk in die zin. Dus ik hoef niet echt met iemand anders te ruilen. Misschien voor een dagje dat je even wil ervaren hoe het is om heel veel geld te hebben. En dat je dan kan zien dat het eigenlijk niet... Ja, maar het is niet voor een dag. Het is echt je leven ruilen. Ja, dat hoeft van mij niet. Dat vind ik, we hebben daar trouwens een idee voor. Weet je nog? Dat we een rebirth idee. Dat is oh ja, we hebben echt eigenlijk. Een heel goed idee voor een serie of een stripboek. Of een stripboek of zo. Maar als het heel mijn leven zou zijn en ik ben er bewust van dat ik iemand anders was. Nee, liever niet. Ik vind het wel jammer dat je nu niet erop hebt gezet dat we even over heb ik moeten speciaal hebben over dit gesprek uitgehaald voor jou. Van hoe vond je het gesprek heb ik eruit gehaald voor jou. Heb jij nog vragen naar aanleiding van deze aflevering? Stel ze gerust op DM onder de video of in DM. Ja, dat is eigenlijk het enige twee. Of een mailtje kan je trouwens ook sturen. info@vetgezellig.nl. Mocht je denken van, joh, ik heb nog wel een leuk verhaal om met jullie te delen. Ik wil een keer te gast zijn. Ik heb een interessant verhaal. Ik weet een tof onderwerp waar we het over kunnen hebben. Kan je ook mailen, een DM. Nou, liever mailen in plaats van DM, want DM's die raken kwijt. Ik vond het wel een leuke aflevering, moet ik zeggen. Ja, toch wel weer tot wat andere...
inzichten gekomen. Gespreksonderwerpjes gekomen. Mocht je dit ook leuk vinden, geef vooral sterren op Spotify en op Apple Podcast. Geef een duimpje omhoog op de video. En dan zijn we volgende keer weer waarschijnlijk weer met een gast. Ik ben al met iets bezig. Het gaat over waarschijnlijk PTSS. Dat wel is een heftig onderwerp ook wel. Intens. Maar dat zit nog een beetje, dat weet ik nog niet. Die moeten we nog opnemen en we moeten nog het gesprek gaan voeren. Maar ja. Ik denk dat het wel mooi wordt. En mocht je daar dus over de stellingen, wat dan wel echt de stellingen gaan zijn, willen mee beslissen, ga dan naar @vetgezellig op Instagram en vul het in. Volg je, dat is het vooral. Ja, volgen, want anders weet je niet wanneer komt. Het komt een random moment op de story. Op een random moment, ja. Het is niet op een bepaald moment, ja. Nou, bedankt voor het luisteren en dan spreken we jullie volgende keer weer. Yes.